Deze foto is van het Schotse voetbalteam Mrs. Graham 11, dat in 1881 werd opgericht door Helen Graham Matthews. Mrs. Graham 11 wordt beschouwd als het eerste Schotse en Britse vrouwenvoetbalteam. Waarschijnlijk is het ook het eerste vrouwenvoetbalteam ter wereld. De oprichtster Helen Matthews was de keeper. Ze gebruikte het pseudoniem Mrs. Graham. Vrouwen van de hogere klasse wilden namelijk liever niet dat mensen wisten dat ze zich met deze ruwe sport bezighielden. Nadat haar team 2 keer van Engeland had gewonnen, braken er rellen uit. Hierna mochten vrouwen geen voetbal meer spelen in Schotland. Matthews sloot zich vervolgens bij de British Ladies Football Club aan. De British Ladies Football Club werd in 1885 opgericht en is hiermee een van de oudste vrouwenvoetbalclubs ter wereld. Lady Florence Dixie was de sponsor en voorzitter van de club. Dit in een tijd waarin medici vrouwen ten strengste afraden om ruwe sporten te beoefenen. Dixie was een vroege feministe en steunde de suffragettes. Volgens haar was er geen reden waarom vrouwen niet zouden kunnen voetballen en er ook nog goed in konden zijn, mits ze zich redelijk kleden. Hiermee bedoelde ze dat de Victoriaanse jurken en corsetten niet geschikt waren. Ze geloofde dat voetbal ooit onder zowel jongens als meisjes een populaire sport zou worden. Nettie Honeyball was de aanvoerder van het voetbalteam. Honeyball wilde laten zien dat vrouwen niet nutteloos waren en louter ter versiering dienden. Haar echte naam was Mary Hudson. Emma Clark wordt beschouwd als de eerste gekleurde of zwarte voetbalster. Ze maakte haar debuut in 1895 bij de British Ladies Football Club. Ze fungeerde soms als keeper, maar was meestal een buitenspeler. Ze werd in de pers onder andere beschreven als het lichtvoetige donkere meisje op de rechtervleugel. Haar zus Jane was ook een voetbalster. In 1895 werd de eerste wedstrijd gehouden. 2 teams, Noord en Zuid genaamd, speelden tegen elkaar voor het goede doel. Helen Matthews speelde onder de naam Mrs. Graham in het Noordteam. De speelsters hoefden geen corsetten te dragen, maar waren wel verplicht om een kapje te dragen. De wedstrijd trok rond de 10.000 bezoekers. De vrouwen werden veelal bekritiseerd en bespot. Desondanks ging de club door met het spelen van wedstrijden. De daaropvolgende 2 jaren speelden ze nog 100 competities en trokken hiermee veel pers en publiek.